God, heb je een uurtje. energie, eigenlijk is alles energie. We staan daar niet bij stil. Maar ons lichaam is energie. Onze huid is energie. Alle cellen in ons lijf zijn energie. Maar ook het onzichtbare lichaam, onze aura is energie. De ruimte tussen ons in is energie. Eigenlijk is alles een levend energieveld. En daar kun je mee spelen eigenlijk. Want gedachten zijn ook energie. En met gedachten kun je energie bijna manipuleren om iets te manifesteren. En dat is gewoon leuk. Spelen met mijn energie is, vind ik, het leukste wat er is. En dat leer ik ook al mijn cliënten. Ik heb veel vrijgezelle dames, cliënten, en die willen een man. Nou, dan visualiseren we de man waar hun blij van worden, met 10, 20 kwaliteiten waar hun blij van worden als die man op hun pad komt. En die gaan we dan energetisch manifesteren, eigenlijk ontwerpen van. En nou, ik moet eerlijk zeggen, 9 van de 10 vrouwen komt hem echt binnen korte tijd tegen. En dan is het ook meteen klik. Dan is het echt een mega klik. Ik had laatst een cliënt die wilde een andere auto. Omdat ze de stoelen niet fijn vond van haar auto. En dat was gewoon een oud barrel. En zij had zoiets van: die stoelen moeten goed zijn. Hij moet wat jonger zijn en dit is mijn budget. Nou oké, dan gaan we dat visualiseren. En dat budget, en het komt gewoon goed. Nou, zij was ongeduldig. Ze vond dat het niet... Het was in 2 weken nog niet gelukt. Dus zij maakte een afspraak met een leasemaatschappij om een auto maar te leasen, dan maar niet kopen. En zij al mijn vriendin belde. En die zegt: kom je morgen even een theetje bij me drinken? Nou, ze dat kan wel, want ik heb 's middags om 2 een afspraak bij de leasemaatschappij. En zij gaat thee drinken en die vriendin zegt: ik doe mijn auto weg, is dat niks voor jou? Dus zij begon te lachen en ze zegt: wat is dat dan voor auto? Nou, dat en dat. En heerlijke stoelen. Ga maar even een proefritje rijden. En ze zegt: wat moet je ervoor hebben? Was exact het bedrag wat zij in haar hoofd had. Heerlijke stoelen. En wij hadden het heel vaak over Ibiza. En je raadt het al, het was een Seat Ibiza. Dus ze belde me ook meteen op. Ze zegt: nou, Lies, afspraak heb ik afgezegd. Precies vlak daarvoor, een paar uur, kwam het uit. En nou, zo kan ik uren doorgaan. Wat cliënten dus meemaken. Door met energie te spelen. Kracht van de gedachte is energie. Alles is energie. Moeder Aarde is energie. We hebben een behoorlijk stukje onzichtbaar lichaam. Weinig mensen staan daarbij stil. Maar toch, als ik het vertel tegen mensen, dan hoor ik van: oh ja, ik voel wel eens dat iemand te dicht in mijn veld staat. En dat is iemand die niks van aura's weet. Maar die heeft toch al, als er een collega te dichtbij is, echt zo van: oh, dit is niet fijn. Nou, onze aura is 8 meter. Gemiddeld 8 meter rondom. Dus 8 meter naar voren, naar boven. Het is een soort bel van energie om je heen. Dus je bent niet alleen je fysieke lichaam. Je bent eigenlijk je aura. En je aura is weer opgedeeld in bepaalde stukjes. Je hebt een etherisch lichaam, dat is zeg maar 10, 15 centimeter om je heen. Je hebt een emotioneel lichaam, dat is 1 meter om je heen. Je hebt een mentaal lichaam, dat is zeg maar van 1 tot 2 meter om je heen. En van 2 tot 8 meter om je heen, dus die 6 meter, dat is je spirituele lichaam. En daar liggen al je intuïtieve, spirituele, bewuste kwaliteiten. En als magnetiseur werk ik daarmee, met die energielichaam. Maar ook met je fysieke lichaam natuurlijk. Dus je begrijpt als je wat ouder wordt, je hebt wat meegemaakt, dan liggen ook die emoties in je energielichaam. Niet alleen in je hart, zeg maar, in je fysieke lichaam. Maar die liggen ook om je heen. En als iemand zegt dat jij een hele vrolijke en fijne dag hebt, je gaat in de tram zitten en iemand gaat naast je zitten, die heeft de ergste dag van zijn leven. Die komt van een begrafenis of die gaat van naar een begrafenis. En die is verdrietig en pijn. Dat kun je voelen. Ja, ik voel het altijd. Ik moet me beschermen voor andermans energieën. Maar steeds meer mensen
worden helden voelend. Onbewust, zonder cursussen te doen. Voelen dat de ander niet lekker in zijn vel zit. Ja, we zitten in een soort schoonmaakjaar eigenlijk. En we zitten eigenlijk in een jaar dat we van verstand naar hartenergie gaan. Alle mensen trouwens. Iedereen die wordt geholpen om zeg maar meer vanuit het hart te leven. Vanuit het hart te denken, vanuit het hart te doen. En in je hart zit ja, een hogere frequentie dan in het verstand. Kijk, verstand is heel beperkt. Verstand heeft... is alleen maar bezig met het verleden en de toekomst. Verstand is nooit in het nu, dat kan niet. Het hart wel, het hart is altijd in het nu. Dus hoe meer wij zeg maar, naar onze hartenergie gaan en hoe meer we vanuit ons hart waarnemen wat er in de wereld is, echt zien wat is, hoe meer we ook gaan voelen. Hoe meer we ook letterlijk zien hoe iemand zich voelt. En hoe meer... Ja, dit is een speciaal jaar en waarschijnlijk hebben heel veel mensen al wat gelezen, gekeken op YouTube. Wat is nou met 2012 aan de hand en waar gaan we naartoe? Nou, ik kan alleen maar zeggen, het wordt echt het gouden tijdperk. En het wordt het hart tijdperk en het vrede tijdperk. En daardoor moeten we ook meer gaan voelen en minder in ons verstand zitten. Ja, mediteren. Ja, thema meditaties. Ja, ik doe heel veel begeleide meditaties. En daar is eigenlijk een beetje dit interview door ontstaan. Al mijn cliënten roepen, die begeleide meditaties met jou zijn zo fijn. Ik ga zo diep. Ik voel zo'n liefdemoment in mezelf, zo'n vrede. En ik ben thuis en ik weet niet meer hoe het moet. Ik weet gewoon niet meer wat je zei op dat moment. En thema meditaties, ik heb er echt tientallen, die zorgen dat je bijvoorbeeld helemaal in je hartchakra, gaan we het straks nog over hebben wat chakra zijn, maar in je hartchakra terecht komt. En in je hartchakra is het licht, is vrede, is rust, is liefde, is alleen maar liefde. En als je dat even lekker meemaakt, al doe je maar 1 minuut of 10 minuten, wauw, dan ben je zo opgeladen om de dag met liefde in te gaan. Het is niet one size fits all, weet je. Dus het is meer zoiets van, nou, dat is goed voor dat persoon, dat is goed voor dat persoon. En 1-op-1 sessies, ja, dan kan ik helemaal invoelen waar iemand zit. En soms heb ik ook het gevoel dat mensen erin willen blijven. En dan laat ik ze even 10 minuten ook heerlijk, heerlijk... in het hartlichtje zitten van zichzelf. En dan haal ik ze er toch weer uit. Ja, we moeten weer verder met de dag. En dan zeggen ze ook achteraf, ik had uren in deze energie kunnen blijven. Je had me gewoon de hele dag hier kunnen laten, echt. Dus ja, ik merk dat mensen hele positieve, mooie ervaringen opdoen tijdens een 10 minuten meditatie. Chakra's zijn energiecentra in je lijf. Maar een chakra is een soort bol van energie, bol van licht. Zo ervaar ik dat als magnetiseur. En er zit er eentje op de hoogte van je stuit. Er zit er één net eventjes onder je navel. Dat is de tweede dan, hè? Die stuit is de eerste. Onder je navel is de tweede, boven je navel is de derde. Hier bij je hart, dit noemen we je hartchakra, dus op hartniveau, maar dan in het midden. Hartchakra, keelchakra, derde oogchakra, kruinchakra. Je hebt er 7. Dus deze 3, die worden verbonden met deze 3 via je hartchakra. Hartchakra is zeg maar de centrale chakra. En met de hartchakra kun je ook heel mooi verbinden. Dus visualiseren dat je bijvoorbeeld een koord van licht vanuit je hartchakra naar moeder aarde stuurt en het koord van licht die je naar vader zon stuurt. Dat kan je gewoon bedenken net zoals een kind fantaseert, dat maakt niet uit. Maar je hartchakra, dat is eigenlijk, vind ik, een hele belangrijke chakra om daar met meditaties ook naartoe te gaan. Om daar met je bewustzijn eigenlijk in te gaan zitten, in die bol van licht. En chakra's zijn een soort draaiende, bewegende energiecentra. En in je hartchakra
ik noem het altijd hartlichtje of ziellichtje. Kijk, zonder ziel ben je hier niet. Als je ziel vertrekt uit dit lijf, uit dit fysieke lijf, heb je een leeg hoesje. Dus je ziel nu woont in je hart, in je hartchakra. En als je heel bewust weet dat je een ziel hebt en heel bewust weet dat je een lichtje hebt en je gaat die aanzetten en dan wel lekker aanzetten tot 8 meter rondom. Dat is ook een hele korte meditatie, noem ik gewoon lichtje aanzetten. En mensen die dat voor het eerst doen, ik maak natuurlijk zoveel mee ook in die praktijk, ook zakenmensen, echt 40-plussers, die leer ik voor het eerst dat lichtje in dat hartchakra aan te zetten. Nou, sommigen gaan zelfs huilen van geluk. Die voelen echt zoiets van wauw, dat heb ik nog nooit gevoeld. Ik wist niet dat ik dat kon. En anderen voelen alleen maar de rust, bijna de stilte in je oren. Dat je denkt, ik heb nog nooit zo'n stilte gehoord. Bijna het zuizen van de stilte. En ja, even helemaal in het moment zijn. En dat is eigenlijk zeg maar lichtje aanzetten vanuit je hartchakra. Door die 8 meter energie waar we het net over hebben gehad. Zo groot is je aura. Dus zo groot kun je ook je ziellichtje aanzetten. Je hoeft het alleen maar te bedenken. Of je geeft alleen maar opdracht met je gedachten. Dus als je naar binnen gaat en je zegt, ik zet nu mijn ziellichtje aan. Ik ben mijn aura, ik ben mijn lichtje. Gebeurt het al, want energie leeft. Energie absorbeert wat jij denkt, wat jij zegt, wat je voelt. Dus het gebeurt al zonder dat je iets hoeft te doen. Dat gaat automatisch. En dat is zo simpel van energie.